welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag 31 juli 2018. Ja, zoals jullie kunnen zien loop ik weer met de hondjes. Ja! Vandaag was het een spannende dag. Voor mij ook. Stressniveau, die stijgt een beetje boven mijn hoofd. Nee, het valt reuze mee hoor. Ja, vandaag ziekenhuis. 9:20. Yep. En ik ga eerst lekker met mijn mannetje erbij laten zitten. Zo, dan werd ik wazig. En dan laat ik iemand anders erbij zitten. Waarschijnlijk vindt meneer dat niet zo leuk, maar heb ik scheid aan. Wacht een kleine. Yo. Ja, mag ik erbij? Mag ik erbij, schat, want je staat op een lijn. Ja, dankjewel. Ja. En vanavond is het Astra wegbrengen, dus dit wordt waarschijnlijk een hele mega lange vlog, video, video, vlog, vlog, video, 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 video. Net zoals van gisteren en eergisteren samen tegelijk, dat is ook een uur geworden. Maar dat maakt niet uit, we gaan er gewoon gezellig door. Dit wordt een hele lange intro, maar ik zou zeggen heel veel kijkplezier, want we hebben ook... andere wijken, dus die gaan we zo eerst lopen en dan ziekenhuis en dan onze eigen wijken. Dus maar we zijn lekker bezig. En Rodi heeft nog vandaag een cursus, dus ik hoop dat ik mee kan. Gezellig. Ja, en toen was hij eindelijk aan het opnemen na heel veel gepuzzel. Hey Max, kom maar, dames, kom. Kom. Twee borders, kom maar, voor. Zo, dit worden jullie laatste rondjes en met z'n drieën, met z'n vieren, ja. Hou jij even vast, want dan kan ik even de riem even goed doen. Even heel goed pakken, want anders dan, gaat hier al zo meteen goed fout. Kijk. Ja, goed zo, thank you, kom maar dames. Goed zo, nee, hey, hallo. Allemaal in de bosjes. Nee, kom, dames. Lopen. Kom. Bosjes weg. Kom. Nee. Kom, volglijn. Astra. Astra, volglijn. Astra, volglijn. Goed zo. Grote meid, hoor. Ja, dames. Deze kant op. Ik zie jou zo, schat. Tot straks is. Dames, rustig. Jij ook, Astra. Kom. Ja, halt. Halt. Rustig. Dames. Ja. Kleine, kom. En dan gaan we zo Astra wegbrengen naar het nieuwe huisje. Nou, toen waren we dus onderweg en Astra bij ons. Achterin. Ja. En mijn mannetje is lekker aan het sturen. En ik help hem wel waar nodig, want dat vindt hij wel fijn. Ja. Ja. Nou, dus in Rotterdam is er alweer 40 kilometer. Dus ja. Ai. Kijk eens hoe mooi ze erbij ligt. Blijf. We gaan wel blijven, hè? Op dit moment ben ik nog de baas. Op dit moment. Tot met de overdracht. Dus nou ga je nog gewoon lekker luisteren naar mij. Ja? Blijf. Astra, nee. Blijf. En blijf. En ik moet zelf ook eventjes in de gaten houden of ik niet in de spiegels zit van mijn ventje. En anders zorg ik het wel. Die denkt ook, nou ik wil gewoon lekker meekijken. Snap dat dan? Gewoon lekker meekijken. Maar zoals gewoonlijk behouden jullie op de hoogte. Ja. En niet op de vlakte, nee. En kun je ook nog wat anders verzinnen dan op de vlakte, dan in plaats op de hoogte, ja? Niet.
En op diepte kijken is ook een goeie. Ja. Maar we komen altijd wel weer met wat leuks aan komen. Diepzinnige gesprekken, ja. Diepzinnige gesprekken, ja. Hebben die dan nooit? Ja, met hele diepe zinnen, ja. Ja, ja, precies. Dit stuk is toch altijd 80, dus maar het rijdt door hier, weet je? Ja. Van deze weg dromen. Is dat wat? Ja, bijna wel, ja. Daar staat het stil aan de overkant. Dat is leuk. Dat is het leukste. En want nou kan je dus wel naar die kant, maar niet vanaf die kant naar deze kant. Nee. Dat is niet leuk. Nee, nee. Dat is grappig. Nee, kan je niet. Oké, een BG'tje voor ons. Wat is dat? Bulgarije. Bulgarije, hè? Wou je het ook vertellen dan? Oké, ja, er staat file. En er staat aan die andere kant file. Wij kunnen doorrijden, hé, dat is leuk. Ja, wij kunnen doorrijden wel. Als in de file staan, vind ik niet leuk. Ja, ik wel. Nee. Sleuk. Nee, jammer dat de file moet staan. Ik kan allemaal lekker doorrijden, joh. Lekker naar huis. Nou, wow. Er komt nog steeds meer bij deze file. Er komt steeds meer bij. Bij die afslag thuis, dus dat ook op vast. Bij die afslag. Steeds meer bij. Nee, links. En daar is ook een raam. Kan ik ook kijken. Dik uitlaat, jongen. Hier heb ik het meeste last van heb, deze tunnel. Oh, zo. Eindhoven staat er al op. Oh, man. Helemaal goed, wist je dat? Is dat zo? Ja. Goed, meisje. Dat is goed, ik hou je vast. Dat is goed. Nee, blijf. Ik hou je vast. Dat is goed, meid. Dat is goed.
En 90. Ah, kijk, en daarom staat het rook dus 90, omdat nog straks iemand erbij komt. Nee, niet nodig. Nou, en we hebben dus eventjes een kleine pitstopje gemaakt, want ik moest en zo wat eten. Dus ik heb even eten gehaald. Ja, even. En Roos eventjes aan het lopen met Astra. Ook dat is even goed, want Astra was even aan het piepen, piepen, piepen. Ze wist eventjes haar draaien niet en ze ging al draaien in de auto. Dus dat is voor Astra even iets wat ze waarschijnlijk iets moet doen. Dat is gewoon spanning, maakt het niet uit. Het is hier mooi, mensen, eigenlijk wel. Dat is hier heel mooi. Zou ik eigenlijk ook niet eens zeggen ook dat die zo mooi is. Een hele mooie omgeving hier. Ja. Dus nog eventjes. Een kleine pitstopje gemaakt. Even benen strekken. En dan straks lekker move door. Misschien dat Ro ook nog wel zo meteen een broodje hamkaas wil. Want dat is een hele joekel. Dat krijg ik zelf niet helemaal op. Kijk. Die gaat gewoon in twee en dan heeft er ook nog wel wat lekkers. Dus het helemaal goed. En het zonnetje schijnt, mensen. Kijk, de lucht is blauw. Kijk, ik laat even een kleine impressie zien. Misschien een beetje heel erg donker zo in één keer. Maar ik ben in één keer wazig, sorry. Ja, dat is de zon waarschijnlijk dan. Maar zo rustig is het hier. Ja. Lekker. Dus daar loopt Ro met Astra. Hi meisje. Hi, moest je een plasje doen zeker, hè? Ja, niks gedaan. Hè? Huh? Niks gedaan. Nee, niet springen, schat. Springen. Ja, je bent mooi. Ja, nog 23 minuten, mensen. En dan is zij op plaats van bestemming. Ja. Gaat hard. Beetje te hard. En we hebben wel even een pitstopje kunnen maken, zoals jullie hebben kunnen zien. Al een tijdje terug. Het is warm in de auto, behoorlijk. Alleen als we de airco aan doen, dan wordt het ook hier alweer warm. Want het, ja, wat jullie weten, het is gewoon ook van buitenlucht naar binnen toe. Dus dat ga ik het hondje lief niet aan doen. Dus af en toe eventjes de ramen zelf even open. En dan koelt het weer even af en dan gewoon even dicht. Want anders dan is het ook niet echt fijn. Want de radio doet het ook niet. Dan moet ik zelf zingen. Ja. Vandaag is rood. De kleur van jouw lippen. Huh? Is dat zo? Ja, want mijn lippen zijn ook een beetje warmoos. Ja! Is leuk. Ja. Grappig. Is leuk. Ja, we zijn er bijna. Nog 22 minuten, schat. Mm. Nog 22 minuutjes. Ja, nou, we zijn ook de kleur van die auto naast van je. Oeh, die is mooi rood. Alleen de sirene heb je, dat we hier al op. Antwerpen. Zo, nou het is nu net 9:30. En zonder hondje zoals jullie zien. Een hele weer andere setting. Mijn mannetje is weer aan het rijden hier richting huis. Ja. Ergens naartoe. Weet je waar? Weet ik ook niet waar. Ja, naar huis. En het huis dat komt niet naar ons toe. Nee, helaas. Dus ja, en er kwam een auto een beetje heel hard onze kant op. Dus Rodi heeft een mooie bocht gemaakt om ons weer veilig te stellen. Kijk. Ja. En dat is die auto die dus nou daar voor rijdt. Ik zal even inzoomen als dat lukt. Die dus daar rijdt. En die vond het ook zo nodig om dus te bellen voor slash achter het stuur. Dat is leuk, dat is grappig. Ja.
euro. En dan zie ik al de stoplicht heel dichtbij en daar is het ver weg. Is leuk. Dus ja, we zijn weer dus weer op onderweg weer richting huis. Mensen. Ik zou zeggen, we zijn er zo meteen weer bij jullie. Stolwijk. Ah, stol. Stol. En niet Stomwijk. Stomwijk is ook leuk. Deze wil ik namens ook Ro jullie bedanken voor het weer, voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou weer leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter, want dat is ook zo belangrijk. En deel deze vlogs. Gewoon lekker delen. Blijf delen. Als jij het doet, doe ik het ook. Laat ook even dan eventjes onderin dat je deze hebt gedeeld. Want dan ga ik naar jouw account. Naar jouw kanaal. En dan ga ik ook wat delen. En dan zal ik dan ook melden. Dus gewoon even Wim. Leuke wisselwerking. En dan misschien groei jij ook weer. En misschien groei je dan ook weer. En dan kunnen we allebei weer groeien. Dus ja. Nou, dit was de vlog weer. En we hopen dat jullie weer hebben genoten. En kijk uit voor deze warmte. Het is nog warm. En dan zouden we zeggen, dank jullie wel. En tot de volgende keer maar weer. Doei. Nee, ik wil niet wat ik wil.